Right. Ah, oh. Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij een nieuwe Dead Rising 3. Onze vriend, ik weet zijn naam al niet eens meer, dus kun je nagaan, zo'n goede vriend was hij. Is verschroeid. En wij moeten nu, Felix en ik, moeten nu weer gaan ontsnappen, maar ik heb geen guns. Al mijn guns zijn afgepakt. Allemaal. Ja, dus ik heb hier een lijmgeweer. Jij hebt iets opgepakt. Kijk. Lekker lijm. Een clue applicator. Dat is niet eens een gun. Daar kan ik niet eens niks mee. Nee. Heb jij een gun? Nee. Oké, okay. Nou, zonder gun moeten we dan verder. Dit is een sledgehammer. Oh, een sledgehammer. Nou, pak jij die sledgehammer. Oh, je had wel een gun. Hier, je hebt een grote gun. Geen gun. Oh, oké. Okay. Dat is wel een gun. Dat is wel een gun, joh. Het is een prikker die elektriciteit doet. Mooi. Mooi, toch? Oké. Okay. Nou, wij gaan ontsnappen, denk ik. Ja, we moeten ontsnappen hier. Kijk. Ja. 5 meter, we moeten daar naar beneden. Wat lag er op de grond? Holy shit, het is best wel creepy hoor. Het was echt een dik cliffhanger vorige aflevering. Het is echt heel creepy. Ik snap ook mijn god nog steeds niet wat die vrouw doet. Ja, experimenten en zo, maar... Wij zijn de chosen ones of zo, weet je wel? Omdat wij ook die tattoo hebben. Nummer 12. Wat? Isabella Keys? Wat zo lang? Die facial expression, die past perfect, weet je wel. En zo, because I'm an angry white guy. They will not live inside of you, the worms, they cannot. Oh, die wormen die leven in je of zo, maar ze kunnen niet in ons leven. Zij wil alles uitleggen. Dit ziet alleen nog maar droger uit met zo'n... Uh-oh. Oh, nee. Oh. You are not going anywhere. Oké. Hoe gaan we ontsnappen, Felix? Rennen. Rennen! Oh my god, wat doet dat ding? Oh, doet vierballen. Oh, die moeten we wel hitten. We moeten die hitten. Ah, pas op! We moeten die hitten, come on. Hit the weak point at the back. Jesus Christus. Holy shit. Ja, ik heb hem op de weak point. Elke keer, hoppakee. Weg is hij. Oh, een beetje wat? Wat doet hij? Auw. Ah, is een beetje gek. Oké, okay, hey, hij maakt wel dingen kapot. Kijk, oh, volgende. Hij is weer heel. Hey, we moeten naar de volgende. Oh. Ging al. En die is niet heel, want kijk, daar is nu allemaal vuur. Dat staat nu in de fik. Volgende. Met ook. Ah, ah. Oh, sorry. Auw. Liggen hier nog guns of zo? Energy drink ligt hier. En een fire axe, oké. Okay. Pak die fire axe dan maar. Oh, ah! Help! Ah! Holy shit! Oh, wow, Shit! Oh shit, allemaal van die zones uit! Ah! Oh, Felix. Pak zoveel mogelijk energy drink. Jij werd echt gewoon in die train track gepakt. Oh mijn god. Family style dining, side mission failed. Hoe kan je in godsnaam over een side mission beginnen als we dit hebben? Oh, hij heeft mij! Ah, ik zit in de fik. Wow, hier ligt heel veel eten trouwens. Auw! Auw! Oh nee! Dick is dying. Nee! Nee! Ga dood! Nee, nog één! Come on! Oh my god. Ja, nu! Ik heb hem! Wat gaat hij nu raar doen? Al die zombies die komen eruit. Waar ben jij? Give me something to drink. Oh ja, hier. Ik heb volgens mij nog wat voor je. Oh nee, ik moet door het... Hier, banana. Een banana voor jou. Een banana voor jou. Revive. Oké. Yeah, thanks man. Nom. Auw. Ja, alles staat in de fik hier. Oh, wat gaat die doen? Nog meer. Ze brengen er nog meer. Het is een nieuwe. Pas op. Auw. Probeer zoveel mogelijk eten te vinden. Eten.
ergens. Een sledgehammer. Oeh, ik heb hem al bijna, Nog één keer, op die achterkant. Waar die heel erg... Ja, hebben ook jou, nice. Maar dat maakt niet uit. What the hell. Op naar de volgende zometeen. Ik doe die tanker wel erbij. Op naar deze volgende. Oh, die heeft een barrel. Kut. En ik heb geen geweer natuurlijk. Er komt iemand met een barrel dus. Het wordt barrel tijd. Ja, dat bedoel ik. Pas op. Auw. Oh, ik sta in de fik ofzo. Ah. Ik ben bijna dood. Auw. Maak hem. Kapot. Nee. Aan de achterkant. Ja, ik had hem één. Auw. Ik ben bijna dood. Ja, ik ook. Oh, daar. In de hoek. Eten, in de hoek hier. Snel. Rations, pak. En... Ja. Ja, je hebt hem. Nice. Dus dat alles in de fik. Holy shit. Wat gebeurt daar? Daar gaat ook weer alles kapot. Ik sta in de fik, man. Ja, je moet echt oppassen. Dit ga ik niet redden. Ik sta midden in het vuur en dan moet ik redden. Jawel, je hebt het gered. Oké. Hier. Op naar hier. Wat gebeurt hier? Cutscene. Holy shit, dit is spannend. Damn. The hell, man. Wow. Oh my god. Uh-oh. En die gaat op haar. Please ga op haar. Ja, hoppakee. Eindelijk dat hoofdvrouwtje dood. Dan kan het toch niet meer fout gaan als zij doodgaat? Nee, ze is niet dood. I will get you dead or alive, 12. Is dit Ocean's 12 of zo? Oh nee, we hebben hem ook nog. Mary and you fool, I will kill you. En dan is hij zeg maar de eindbaas zeker. Of wat gaat er gebeuren? Wow, ik hoorde random. Het is tijd voor de laatste chapter, guys. Chapter 7. Ja, chapter 7. Holy shit. We hebben weer meer attribuutpunten gekregen. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Dit is echt crazy. Uh-oh. Wat gebeurt er? We zijn weer back bij waar we begonnen. De dokter is out. We hebben de sleutel en we zouden inderdaad, zij zou alles vertellen over... Ja, ga uit de stad inderdaad. Ja, met je vrienden. Dus ook met Felix. Where's the damn karaoke bar? Wat? Oké, dat zegt misplaatst. Wat bedoelt hij? Volgens mij zijn de mensen daar. Oké. Hey, een flare gun. Ik pak de flare gun. Ja, ik moet eten hebben. Ik ben echt een halve hit en ik ben dood. Oh, ik zal mijn punten nog spenderen. Even kijken, player. Playerpunten. Smart, hoppakee. Holy shit, dat doet me nu echt denken aan die episode van The Walking Dead met die flare. Damn, son. Ja, hè. Kan ik ook in iemand zijn oog doen? Ik slash je me er even doorheen. Hier is een shopping cart, daar kan je al je eten in doen. Maar hier is nog geen eten. Dus we moeten even rennen, Felix. Rennen voor je zetsel. Ja, om hier doorheen te komen moeten we toch echt wel gaan rennen. Au! Dat was ik. Oh, sorry. Ik pak die Queen Bee wel. Die gooien we dan. Abagay. Moeten we daarin? Nee. Dat dacht ik even. Ik ook. We moeten die Queen Bee nu meer gebruiken. De Queen Bee. Dus als we in problemen komen, dan doe ik gewoon die Queen Bee. Zoals hier. 1, 2, hoppakee. Weg met jullie. Hoppakee. Snacks hier, hé. Oh, ik heb ook één opgegeten, excuus. Ja, dat maakt niet uit. Come on. Jezus. Het ziet er nog wel veel cooler uit nu. Zo 's nachts met dat vuur op de achtergrond. Dat ziet er echt wel heel cool uit. Oké, gewoon door. Come on. Ik kom in call. Ja, hou maar op. Oh, een nieuw psycho mission. Meen je dat nou? Oh my god. Ook nog een nieuwe psycho mission. En we hebben het al zo druk hier. Wow. Ah! En weg met rennen. Jullie. Die cycle mission is niet waar wij heen moeten. Hé, ik kan niet rennen. Ah, nu wel weer. Go, go, go. Rennen. We gotta go. Oh, lekker.
Nice, je hebt een gun. Ah! Jezus. Ik schrik me dood. Jij hoeft je niet op mij te schieten. Jawel. Ik wist het. Oké. Okay. Uh-oh, we moeten ook nog even door het station. Oh my god. Je kan die kerel wel vermoorden die met die hele rare, want die explodeert als hij doodgaat. Hij is dood. Nice. Oké, okay, fuck dit karretje. Wegwezen. Waar moeten we heen? Naar boven. Ja, we moeten naar boven. Pak hem. Oh, hier is het heel rustig. Uh-oh. Oh, het is dicht. Dit is dicht. Inspect. Waarom is dit dicht? Well, well, well. If it ain't our old friend from the highway. Oh, nee. Uh-oh. Uh-oh. Ze lachen. Oh nee, niet die bikers. Unlock the doors. Hoe gaan we dit doen? Goeie vraag. Even kijken. 38 meter daar. Redden, redden, redden. Ah, oké. Okay. En dan door de subway. Hier moeten we langs. Come on. Fuck you, zombie. Hoppakee. Zo! Die vloog helemaal. Holy shit. Ja, come on. Inspect. Ja, open. Open die shit. No power. No power? Turn on the power. Go, 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 go. We gaan weer terug. Probably. Ja. Yeah. Turn on the damn power. Waar doen we dat? Dat doen we daar bij de maintenance. Hier in de maintenance room. Die is locked. Staff only. Hoe komen we in de maintenance room? Oh, in de metro denk ik. Via de metro? Oh nee, hier, hier, hier. Ik denk via dat groene licht. Go, 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 go. Nee, wel door de deur. Uh-oh. Dat zijn nogal veel. Ah, kunnen we langs. Ja, ik hield ze even tegen. Oh. Oeh. Eten. Nice. Even iets oppakken. Oké. Okay. Zo. Oh, ben ik weer wat meer vol. Ja, ik ben er. Ben je er? Come on. Kut. Ik heb geen melee weapon. Oh jawel, ik heb fire. Ik kan niet meer staan. Wat? Ik kan niks meer. Ja, ik ben dood. Ik kon niks meer. Oké. Okay. Dick is dying. Ja, fuck me. Ik spawn gewoon weer op jou. Ah, nee, nee, nee. I can help you. Fuck jullie. Maar je had ook weinig geld en je moet echt meer gaan eten. Dat doe jij nooit. Fuck de eten. Oh, daar lag ook iets. Oké. Okay. Genoeg om te reviven. Hier ligt nog een bierflesje. Weer een sledgehammer. Come on, guys. Come on. Kijk, daar ligt nog een beer. Oké, okay, we hebben power. Dus even hier doorheen. Come on. We hoeven ze niet allemaal te pakken natuurlijk. Dan ben je echt uren bezig. Wow, dat zag heel big yet. Oeh, daar pakt iemand mij bijna. Go, 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 go. Let's fuck those guys up. Run. Hey, bitch. Go, 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 go. 6 meter. Wat hebben we hier? Een key. Spool of wire. That's your doing. Power. Oh, dan moet je weer terug. We moeten nu weer terug. Om dus die power nu wel aan te doen. Holy shit, zie hoe druk het hier is. Oh fuck. Yes. Ja, laten we die kant maar opgaan. Want aan de andere kant was het heel druk. Like, oh my god. Huge amount of zombies. Help. I need Waar ga je somebody. Heen? Naar de power. Oh, alweer. Oh, want ja. het had nog niks. Oké, okay. I'm coming. Vandaar dus. Ja, je... Help. I need somebody. Help. Anybody. Help. Ah! Nee, kom op. Go, 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 go. Oh, er ligt nog genoeg eten hier trouwens. Daar kan het niet aan liggen. Oké. Okay. I'm here.
Oké. Yes. We can flip the power on. Dus nu moeten we wel naar die hendel. Toch? Ja. Ja, nu gaan we naar die hendel. Oké, go. Jij bent weer echt... Je held is zo laag. Je moet hierboven. Moet je dat eten? Ik vang het veel. Kan je held gewoon weer heel makkelijk omhoog doen. Ja, hoppakee. Bijna weer full health heb je nu. Ik kon ineens niet bewegen. Beetje buggy hier te maken. Holy shit. Oh guys, wat een spanning hier. Spannende aflevering zo. Damn. Jezus. Wat een actie. Oké. Okay. Daar gaan we dan weer. Oh, fuck. Alleen, ja, het is helemaal overgelopen zoals je ziet. We moeten hier naar binnen. We moeten hier naar binnen, Felix. Ja. Kom op. Jezus Christus, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Oké. Okay. Yes. Oké. Oh, alles gaat weer open. Maar dan komen ze nu waarschijnlijk. Ja, of probably. Niet? Nee, hij zegt gewoon, I gotta get going. Oké. Okay. We moeten onze vriendjes ophalen. Unlock the doors is gelukt. Oftewel, we kunnen nu terug. Oké, doei. Oh, het is hier een beetje druk. Ik slijp me er gewoon doorheen. Come on, we kunnen dit. Killstreak. Ah, fuck you. Hoppakee. Come on. Run. Ja, ja. Ja, kom op. Ja, ik kom er doorheen. Yes. Escape the metro gelukt. Nice. Get to the karaoke bar. Oh shit. Hallo bitches. De actie blijft. Oh. Ze wachten ons op. Auw. Oh, ze slaan je allemaal in elkaar met z'n allen. Ik heb één. Wat had hij? Een lead pipe en een... Ah, fuck you. Auw. Ja, weer één. Come on. Yes, weer één. Yes, die ook. En nu die. Hoppakee. Hoppakee, got him. En jullie? Okay, willen jullie ook? Oh, dat is een zombie. Ik denk, wat zit die ons... Ja, waar is de auto? Ik denk dat we die niet gaan vinden. Oftewel... Daar! Hier, daar jongens! Daar! Ja, goed zo. Oké. En nu kunnen wij langs. Dat was het doel ervan. Niet dat je erheen zou lopen. Het was dat iedereen daarheen ging. Wat nu ook een beetje gebeurt. Ik heb alleen helemaal niks meer, hè? Ik heb echt niks meer qua melee weapon. Hier ligt een paintball gun. Ook bijna kapot. Hier ligt een paintball gun. Twee zelfs. Oh, weg paintball gun. Nu heb ik nog een emmer. Oftewel, gewoon er doorheen. En een pion. Ja, hier liggen twee motorbikes. Hier, pionman, meneer. Hoppakee, go. Oké, hier kunnen we toch niet langs, dus het maakt helemaal geen fuck uit. Ja, of niet. Oh. En dan kunnen we niet langs. Nou, lopen. Ja, lopen. Karaokebar. Oh, iedereen komt daar. Ook die grote. Dus even er langs lopen. Doei. Doei. We zijn er bijna. Nice. Ik heb een batterij. Ik weet niet of je daar wat mee kan. Hier is de karaokebar in ieder geval. Dat zie ik aan het licht. Hier, bitch. Oh. Ik heb een cleave mixer ding. Die is locked? Ja, die is locked. Ja. Dus we moeten via de VIP. Wij zijn de VIP. Of course zijn wij de VIP. Oh, yeah. Hey Gary! Yes, die Gary is daar. maar wat doet Gary hier inderdaad? Want die hadden we weggehaald. What? Is that what happened? You're gonna bomb the city, man. We don't care about you. We don't give a shit, man. Ja. Je kan wel zo gaan ranten nu tegen ons, maar... We don't care. I'm all screwed up. What do I got? The scrappy job. You hear me? It's scrappy job! Oké. Hij is... Hoe ik daar met een masker kijk. Hij was een worstelaar. Nou. He had a beautiful wife, a big house, en nu is het niks meer. Ja. Rutser.
Oh, Rhonda is zijn vrouw. Lol. Gaan we hem vermoorden? Denk je, Felix? Because that's the only way. Ah! Give me a reason to live. Dus... krijgen we dan een keuze om Rhonda te gaan halen? Ja, we moeten Rhonda halen. We moeten Rhonda halen. Find Rhonda. Maar kunnen we hem ook vermoorden? Ja. Nee, kan niet. God, we moeten Rhonda halen. Dat doen we. Goddamme. Ja, ik wil er gewoon doorheen. Ik wil weg. En I don't care about Gary or Rhonda. Maar toch gaan we, om de good guy te zijn, Rhonda halen. Alleen dat doen we de volgende keer. Just give me a reason. Just give me a reason. Ik ben ook hier voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Het is de laatste chapter. Wij moeten Rhonda halen en naar Gary brengen. Oeh. Het wordt heel erg spannend. Gaan wij leventje uitkomen? Tot de volgende keer. Later. Yo.